Yo, kijkers van mijn kanaal. Oftewel, Rotjoch, welkom terug bij een nieuwe video. En we zijn weer terug in Mindtopia. Welkom in Mindtopia. Alright, mensen. We zijn nu, zoals jullie kunnen zien, sta ik nu bovenop mijn clubgebouw. Want binnenkort komt hier op vrijdag, gaat hier weer een feest plaatsvinden. En ik moet een paar dingen nog regelen. En daar ga ik een video van maken, dit keer in plaats van een livestream. Dus dat komt allemaal wel goed. Awesome. Ondertussen heb ik mijn Freddy Fazbear masker op en ik heb natuurlijk mijn Rainbow Pony hat. Heb ik nog natuurlijk in mijn inventory die ik gejat heb van Gijs, G-Typo en van Joris aan de winkel. Maar vandaag ga ik iets bespreken met jullie, want ik ga gigantische veranderingen plaatsvinden voor mij in Mindtopia. Want er komt een geheel change of plan. Oftewel, ik ga mijn hele plannen die ik had, ga ik veranderen naar andere plannen. En dan ga ik jullie laten zien. Ik sta nu bij mijn club. Dus even kijken. En dus ik ga naar mijn oude plots, naar mijn plots die ik sowieso nog heb, naast de rugbunker. Dan ga ik even naartoe lopen en dan ga ik even een paar dingen laten zien wat ik wil veranderen. Want, zoals jullie weten, heeft bijvoorbeeld Samal de Blue Street. En de Blue Street zijn gasten die allemaal samenwerken om geld te verdienen. En het lukt ze aardig, ze lichten veel mensen op. Technisch gezien niet, maar ze doen het wel. Ze zijn bijvoorbeeld alle beginners, dus als je uit Mindtopia komt, ga niet met Mineco, ga niet met Mineworks werken. Want ze vragen €8000 aan je, omdat we daar gaan werken bij hun. Terwijl je zeg maar, dat is dus dikke vette fraude eigenlijk, maar technisch gezien niet. In ieder geval, ik ga ermee concurreren. Ik ben zat dat zij het allemaal doen met mensen. En ik ben natuurlijk een hele goede jongen. Niet dus. Maar, ik ga met ze concurreren. Maar dat gaat niet hier. Ik wou het eerst hier doen natuurlijk. Mijn wetkantoor wou ik hier bouwen. En ik wou hier natuurlijk een etenswinkeltje openen. Maar het zit echt in the middle of nowhere. Het uitzicht dat we hebben is een fucking plantenkas. En dat is dus een beetje kut. Hier komen niet veel mensen. Hier gaan ook veel mensen niet komen. Waardeloos. Alleen als je iets vet groots wil bouwen, dan kan je het hier hebben. Dus deze plots ga ik verkopen voor 50k. Minimaal per stuk. Zijn ze ook waard? Zijn eigenlijk 60k waard. Als je deze wil kopen, namelijk bij Joris, betaal je hier 60-70k voor. Dus dat. Maar dat gaan we dus veranderen. En dat ga ik hier naartoe doen. Ik ga even lopen een stukje. Dan gaan we naar een plekje waar ik mijn red light district, oftewel alles van Redstone, de Red Street, in plaats van de Blauwe Straat, wil veranderen. Ja, dat betekent ook om een club rood te gaan maken, maar dat komt daarna wel. Met rode ramen en zo, in plaats van blauw. Maar de Red Street, dat ga ik hier doen. En dat is dit kleine plukje. Het zijn 12 plots, als je het niet zo ongeveer 12 plots zijn, geloof ik. En ik probeer met al deze 12 plots op te kunnen kopen. En dan gaan we hier de winkeltje starten op andere manieren om te concurreren met andere bedrijven. Of op een super toffe manier. Want iedereen is Mineworks een beetje zat. En Minefood een beetje zat. Maar we zijn de enige. Dus gaan we veranderingen brengen als het bouwbedrijf weer is. Maar helaas heb ik daar mensen voor nodig. Want ik mag zelden maar één plot kopen. Want ik heb er nu 4 en ik mag er 5. En daar heb ik mensen voor nodig. En ik ga niet in mijn eentje een criminele zaak opzetten. Want gaan we ook wat minder nette activiteiten doen. Zoals jullie weten, ik heb ingebroken bij de bank. En dat ga ik dus niet meer alleen doen. En ik had wel iemand in mijn gedachten. Want ik had al een paar woorden gehoord over hem. En ik weet dat hij niet zo'n hele nette gozer is. Ik weet dat hij stiekem sneaky is. En ik sta al in de buurt van zijn gebouwen. Zij heeft vast ook wel iets erover. Dat is Gijs, de G-Typo. Dus ik ga kijken of Gijs er is. En dan ga ik even met hem bespreken. Het wordt heel random. Maar ik denk dat hij het wel accepteren gaat om eigenlijk bij een criminele organisatie te joinen. En eigenlijk graag ook wil meewerken. Slager Gijs, voor al uw kwaliteitsvlees. Hallo Gijs. Oh, hey. Hey Dylan, hoi. Oh ja, nee, ik ben bezig eigenlijk met de lamp repareren, maar die is een beetje stotterend. Ja, je lampjes zijn weer een beetje aan het kloten. Oh daar jeetje. Heb niks aan, hè. Hoi, Hotdog. Hey. Ja, hij is hier weer, hè, die malle kat. De malle kat, ja, hij volgt je overal, hè. Oh, ja, wel buiten de keuken houden, hè, anders wordt het best vies. Ja, wordt het allemaal harig en zo hier, hoor. Jeetje, man, je slager is op zich ook wel zo'n mooie winkel. Ik ben nog nooit geweest in de slager. Nou, dit is de slager dus. Ja, ja. Oh, je was toen ingebroken, hè, zei je? Ja, hier achterin. Dus daar hing toen nog geen camera, maar nu, kijk daar. Ja, kijk eens. Ja, slim. Camera's heb ik ook nog gekocht eigenlijk in mijn woning, in mijn gebouwen. Dat kan je wel doen, voordat je straks van die vervelende mensen hebt en dan ineens, oh, waar zijn allemaal spullen heen? Ja, ik snap hem. Ik sta, dat moet ik even doen. Hotdog, shh, please. Sorry. Ja, hij is luidruchtig. Luidruchtig, ja. Maar hij is wel goed bezig. Nou goed, in ieder geval, Gijs, ik heb en misschien is het beter als even. Ja, ik kom zeker geen vlees kopen. Ik kom geen vlees kopen, Gijs. Goh, wat een verrassing. Wat kom je hier doen? Ik, misschien kunnen we beter bespreken op een plek waar niet iedereen binnen kan komen. Nou, dan weet je wat we dan kunnen doen. Kijk hier, dan doe je gewoon de deur dicht. Kijk, tada! Ja, top. In ieder geval, Gijs, luister dan. Echt niks. Heel simpel, ik kom met de deur naar huis van, ik weet dat jij niet een heel eerlijk persoon bent op de server. Hoe kom je daar nou bij? Ik heb je letterlijk Collins zien oplichten met het geld. Hoe kom je daar nou bij?
Gijs. Hoi. Oké. Okay. Ontken je het? Of ben je een super net persoon? Ik weet niks van drakenvlees af, hoor. Het drakenvlees kwam van jou. Jij bent hier de dealer en jij hebt dus het drakenvlees. Daar komt, het komt van jou, als het goed is, hè? Misschien heb ik een paar stukjes drakenvlees. Oké. Okay. Oké, okay, super. In ieder geval... Wat vind jij van Mineco? Fucking waardeloos. Fucking waardeloos. Zijn ze eerlijk? Eerlijk, sinds Minefoods en Mineco en heel die andere meuk... komt echt gewoon niemand hier. Iedereen zegt van... Ik heb geen geld, zit in Mineworks, ik wil werk hebben. En ja. Als ze dan geld hebben, dan is van... Nee, ik heb goedkoop eten gekocht. Ja, bij Mineworks, Mineco. Ja, precies. Dus jij bent ook eigenlijk tegen Mineco een beetje? Ja, het is niet dat ik zeg van... Nou, leuk, top dat jullie er zijn, echt geweldig. Ja, en ik heb, weet dus, ik heb een plan verzonnen. Hij had natuurlijk de Blue Street, om daarnaast een Red Street te starten. Maar leuk, kijk naar de kleur van de bakker. Klinkt we doen al mee. Van de bakker. We doen al mee. Nee, maar even serieus. Het gaat om eigenlijk om het feit. Ik heb mensen nodig om samen met mij een extra straat te starten. Om te concurreren met de etenswinkeltjes en andere soort winkeltjes tegen de Blue Street. Ik heb wel aardig geld, dus I'm in. Je hebt aardig wat geld, je bent I'm in. Maar het komt er ook op neer, Gijs. Je weet dat we dat soort gasten niet kunnen neerhalen op een geheel... Eerlijk nee, manier. Nee, dat weet ik ook wel. Soms moet je zeg maar een beetje de deurtjes buigen en dan kom je wel binnen. Ja, we moeten om bochten heen, langs dingen heen en we gaan proberen om daar dus een organisatie wil ik starten dat tegen dat Mineworks gaat. En heel simpel, in mijn eentje gaat het me niet lukken. Ik heb veel geld, maar dat hebben zij ook. En zij zijn met z'n vijven en ik ben in mijn eentje. En de eerste, eigenlijk dacht ik eerst van misschien David, maar dat is zit in het wedstrijd, maar hij is een beetje te eerlijk. Ik dacht van jij... David heeft al zo'n groot F5 gebouwd. Die zit al goed. Die heeft geen zorgen. Die is gewoon... Yo, ik zit hier. Kom maar bij me wonen. Ik ga even lekker zitten. Daarom. En daarom ik dacht van... Nou, ik denk dat jij wel geïnteresseerd zou zijn of zoiets. Ah, leuk. Ja, I'm leuk. In. Ja, in. Je hebt, als het goed is, heb jij dat drakenvlees, hè? Misschien. Heb jij er nog wat van? Misschien een paar stuks. Een paar die stuks? Ik bewaar die niet meer hier. Omdat hier iedereen denkt dat ik het verkoop. Ik had eens even zien. Ik heb zeg maar meer even een tijdelijke opslag gedaan. Omdat ik laatst heb verteld dat dit helemaal totaal legaal is. En dat er niks aan de hand is natuurlijk. Maar het is compleet illegaal. Maar het... Kom op, wat had je verwacht? Kijk de bovenste chest. Goed kering. Jezus, hoe kom je in zoveel drakenvlees dan? Dus jij bent wel echt de leverancier? Internet. Oké, dus jij bent echt de leverancier. Ik heb zo mijn mannetjes hier zitten die hier aan kunnen komen. Dus inderdaad, alleen... je bent de juiste persoon geweest voor dit voorstel. Ja, alleen het is alleen altijd... Dat spul is zo moeilijk hier binnen te krijgen. Omdat heel dat je die verdomde politie wil het pakketje controleren. Ja, ik snap het. En die vent waarvan ik het daarvan afhaal, die zegt ook van... Nee, ik ga echt niet meer leveren. Dus wat jij nodig hebt is eigenlijk ook een soort schuilplaats voor de... Hey, eigenlijk heb ik gewoon een soort ondergronds laboratorium nodig. Alleen... Dat kan ik hier niet doen. Hier nee, het valt te veel op. Als hij hier komt, dan is het gewoon 1 plus 1. Nou, dan ben ik klaar. Dan kan ik mijn winkel sluiten. En dan zit ik daar lekker in hotel tralies. Ja, het probleem is dus, ze houden ons ook een beetje in de gaten. En dat houdt omdat in. Omdat je gewoon een leuke buitenkant doet. Net zoals dit. Het is ja, keileuk. Dat klopt. Iedereen kan maskertjes kopen. Ja, het probleem is wel. Ja, maar ze houden ons alsnog in de gaten. Weet je, als wij een plot kopen, dan gaan ze ook weer bij het plot kijken. Wat is aan de hand met het plot? Waarom willen ze ineens dit plot? Gaan ze moeilijk doen. We hebben een klein beetje hitte onder de voeten. Dat weet jij ook. We hebben allebei een beetje hitte onder de voeten. Hoe kom je daar nou bij? Ja, iedereen weet dat Chitaipo de man van het drakenvlees is. En het probleem is dus, we moeten ook extra mensen hebben. Kijk, ik ga... Mensen weet je wat? Die is het eigenlijk niet verwachten. Nee, maar jij bent in, hè? Zeg ja, je. Ja, ja. Goed, ik wil het laten zien. Red Light District, wat gaat starten. Nou, kom maar mee. Ga naar buiten. Nou, Holder. Kom, ja, Holder, opschieten. Komt die Holder gaat overal mee naartoe, hè? Ja, hé, hey, nou, dat is mijn partner in crime. Gelukkig. Nou, dat zeg maar niet hardop, want er lopen mensen hiernaast, zag ik. Oh ja, de Hollander loopt hier weer. Je hebt ruzie met de Hollander, hè? Hij laat het opsluiten. Hij heeft laatst ingebroken, die gekke man. Ach, en dan man. Gaat hij daarna zeggen, nee, dat is jouw fout. Ja, mafkees. Volgens mij, als je zonder toestemming ergens in zit, is dat wel inbreken. Nou, goed. De Red Light District, ik wil het hier neerzetten. Het zijn goedkope plotjes, gaan voor 35k per stuk. Ik heb het hier trouwens over deze prijs even met Mike toe gehad. Want ik wou daar een ding over kopen. Alleen die wou niet hier zitten. Want nee, dit is geen perfect plot. En dat was te duur.
Ach man, zeikert. Ja, gelukkig. Dus hier, als je hier in één keer alles zo opneemt, heb je wel in één keer een leuk straatje. Het ding is dus... dan wel dat huisje daar nog. Ja goed, dat kunnen we overheen bouwen. Dat zien we dan wel. Maar voor nu... Alles kan kapot. We beginnen eerst de les. De eerste zes zou ik in ieder geval willen hebben voor een leuk stukje Red Street. Maar het ding komt erop neer. Hoeveel plots mag jij nog hebben? Ik mag er nog twee. Twee? Ja. Hey, ik mag er zelf één. Dus dan hebben we eigenlijk al dit, deze en deze kunnen we vast kopen. Ja, dan heb je er drie. Hebben we er drie. Maar, ik wil in ieder geval zes hebben ofzo. Dus we moeten eigenlijk een mule vinden. Iemand die voor onze problemen opdraait. En degene die eigenlijk voor ons plots koopt. Zonder dat wij opvallen. Ja, ik weet hem al. Je weet iemand? Ja. Wie? Hij heeft geen geld. Geen geld. En hij werkt in de slager. Ronald? Het is Ronald! Dat is heel slim. En vooral nog geen geld? Nee, ik heb alles van hem afgetrokken. Maar hij is een beetje een nobody op de server. Dat is perfect. Hij is perfect. hij is perfect. Niemand verdenkt hem. En nee. Nou, als hij gewoon één keer aankomt bij de bank van... hier, paf, ik leg voor mijn geld neer en ik wil gewoon eens plots hebben. Kunnen we echt, tot en met hier ongeveer, kunnen we het al afzetten. Makkelijk. Oké, goed. Nou, dan hou het even hierbij. Dan voor Ronald gaan we even aanspreken een keertje erop. Of je graag bij wil zitten. Ja, nee, prima. Ja. Ik weet toch niet waar die fan nee van 10 keer is, dus meestal zit hij ergens tussen. Goed, in ieder geval belangrijk is wel even... Sst, mondje erover dicht. Ah nee, komt goed. Ik ga langs Joris om deze plots te bespreken, in ieder geval apart te houden. ADHD-PV. Ja, nee, komt goed. En dan zullen we het wel zien. Spreek ik je later nog wel een keer erover. Nee, is goed. Dan schud ik jou de hand zo. Zoiets, ja. Fijne dag, hè. Fijne dag. Mooi weer. Oh ja, mooi weer. Ja, mooi weer. Niks. Oké, prachtig. Goed, in ieder geval, dat was Gijs. Ik ben blij dat hij zo makkelijk meeging. Had ik niet verwacht. Maar ik denk dat Gijs ook al zoiets in gedachten had om iets te doen tegen Mineco. Want hij heeft er inderdaad heel erg iets op tegen. Zijn winkel loopt slecht. En ja, kijk, hij is iemand van de illegale handel. Want ja, drakenvlees is immens verboden. Het mag gewoon echt niet op de server eigenlijk plaatsvinden. Het mag eigenlijk niet eens bestaan. Maar hij heeft dat. En dat wil hij natuurlijk ook verkopen op een manier waarop hij zeg maar geen gevaar loopt. Dus daarom gaat Gijs mee. En natuurlijk kan hij mij ook niet verlinken, want hij is zelf illegaal bezig. Dus dat houdt in dat als hij iets illegaals doet, dat hij ook een probleem heeft. En mij dus niet kan verlinken, dus daarom wilde ik Gijs. En hij heeft dus Ronald aangewezen. En Ronald, dan kunnen we overtuigen als in, hij heeft geen geld. Hij heeft geld nodig, wij leveren hem geld. Ja, ik denk dat Ronald het wel doet. Ik denk dat Ronald er wel makkelijk in is. Ga ik deze plots weer te verkopen? We gaan de Red Street openen daar tegenover Gijs. De Red Light District. We komen er dan wel achter hoe we het allemaal gaan noemen. En als we winkels allemaal gaan komen. Maar we gaan proberen zo snel mogelijk te concurreren met de Blue Street. Met de oplichters van de Samal en zijn vriendjes. Dus dat gaan we allemaal regelen samen met Gijs. Alright, dit is in ieder geval het begin van mijn criminele organisatie. De eerste paar mensen heb ik dus al binnen. Eigenlijk Gijs en Ronald. We zullen zien wie we nog meer kunnen vragen. Ik dacht zelf nog aan... Ja, eigenlijk misschien een Joris erbij te betrekken. Joris heeft geld. Veel geld. En geld maakt geld, zeg maar. Dus daar komen we dan wel achter. Maar voor nu hou ik het hierbij. Het begin van de organisatie is start. Ik heb Gijs natuurlijk als rechterhand. Dat maakt hartstikke fijn. Want hij wil ook geld verdienen. Meer wil hij ook niet. We hebben allebei dezelfde eigenlijk instelling. We willen allebei gewoon geld hebben. Hartstikke tof. En dat heb ik eigenlijk nodig. Dus mensen, in ieder geval. Vond je het een leuke video op Mindtopia? Laat even een blauw duimpje achterhoog. Als je het super awesome vond. Ik krijg ongelooflijk veel steun. Houd het lekker vast. Hartstikke awesome. Gijs, dankjewel voor het meedoen. Graag gedaan. Graag gedaan, crimineel. En we zien jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat het maar eens wat ziens. Neem een kijkje op Gijs' kanaal. G-type beneden in de beschrijving. En peace.